Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 11 mei. Ik ga vertellen dus dat de Juke Joints niet op kunnen treden, omdat hun sfeerbepalende en fantastische mondharmonica-speler ernstig ziek is en niet in staat is om bij de band te verschijnen. Om nou Johnny Boy niet helemaal langs de kant te schuiven, wou ik aan jullie vragen om samen met mij een hartelijk applaus te geven aan de man die het altijd hier heeft gedaan. Een festivaldag met een zwart randje. Op de 30e editie van het Kwaadendammer Blues Festival zou de Beverlandse bluesband de Juke Joints voor het laatst in Nederland optreden. Maar dat ging niet door, tot verdriet van de fans. Ik ben al jarenlang fan van de Juke Joints. En we wisten dat het laatste optreden ooit zou komen natuurlijk. Alleen dat het eigenlijk nu zo vroeg komt, dat is eigenlijk ja, een domper. Ja. We vinden het eigenlijk heel erg. Vervanging regelen voor het bandlid zat er niet in. Stel dat Mick Jagger wegvalt bij de Rolling Stones, dan heb je ook een probleem. Dat vervang je niet en dat willen ze hier ook niet doen. De andere bands speelden wat langer om de programmering toch rond te krijgen. Dus konden de bezoekers wel genieten van bluesmuziek. Geweldig festival. Waarom? Omdat we 16 jaar terug al ontzettend hard gehurkt hebben en nu weer. Een zonovergoten editie van Festival Rieps dit jaar. De 28e editie alweer. Kijk, je moet je eigen ergens voor vinden in het leven. En wij hebben dat met het festival en ja, wij hebben daar ons lol aan. En als het goed draait, het is zo'n dag als vandaag, dan is het ook fantastisch ook. En het lijkt erop dat op Rieps alles kan. Trekken ze dus hun klomp uit en die vullen ze dan met bier. Ja. Er komen de raarste dingen voorbij. Het leuke ervan is dat het ook allemaal door elkaar kan en bij elkaar kan en past. En, ja, maar je hebt hier ook alle verschillende soorten muziek en ja, dat maakt het zo mooi. Dat maakt voor mij Rieps een heel mooi festival. Nu het strandseizoen echt gaat beginnen, oefent de Domburgse reddingsbrigade samen met de KNRM op het Banjaardstrand om er klaar voor te zijn. Wij hebben ons jaarlijkse trainingsweekend, waarin we onze nieuwe leden introductie, of in ieder geval de introductie geven, zodat ze kennis maken met ons werk en het strand. En de huidige leden die leiden we weer op, of in ieder geval die geven we weer even wat kennis mee voor het komende seizoen. De oefening bestaat uit een zoektocht op het water naar een drenkeling die vervolgens gereanimeerd moet worden. 25, 26, 27, 18, 19, 30. Geen schok geadviseerd, ga door met reanimatie. De reddingsbrigade moet jaarlijks 4 tot 5 keer uitrukken voor zo'n geval. Ja, we zien dat redelijk stabiel is de afgelopen jaren. Een kleine stijging, nog geen daling helaas. En daarom moet de reddingsbrigade dit soort situaties dus blijven oefenen. Nou, dit is onze nieuwe school voor nieuwkomers. Er moet nog een hoop gebeuren in het gebouw, maar we gaan de goede kant op. Loop maar even mee. De verbouwing van de middelbare school aan de Lijnbaan in Goes is bijna klaar. Vanaf volgende week gaan er zo'n 100 alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar school. De meerderheid van die vluchtelingen woont in de opvang van het oude Van der Valk Hotel in Goes. Ik ben natuurlijk ontzettend blij, zeker voor deze doelgroep. Ik zit al sinds december, januari in Goes en hebben tot nu toe geen onderwijs gehad. Nou, ze kijken er zelf ook ontzettend naar uit, al is het maar dat ze wat meer dagbesteding hebben, zeg maar. Dus ja, ik vind het belangrijk dat ze een plaats krijgen in de Nederlandse cultuur en daarmee ook de taal gaan leren. Ja, hartstikke leuk en hartstikke positief voor deze doelgroep. Nou, dit is een van onze leslokalen en hier krijgen ze dus de komende jaren les. Zeeland heeft nu 3 middelbare scholen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die scholen zijn heel anders dan een gewone middelbare school. Leerlingen die komen uit vaak van ver weg, uit het buitenland, zijn daar vaak getraumatiseerd en kennen vaak het eigen alfabet niet eens, zeg maar. Dus die moeten echt allemaal gealfabetiseerd worden in de Nederlandse taal. Hebben ook heel veel structuur nodig, veiligheid nodig en ja, in die zin moeten ze daar ook gewoon goed in begeleid worden. Daarna stromen de leerlingen door naar het regulier onderwijs. De school gaat op maandag open.
De rolstoelbasketballers van RBVM uit Middelburg zijn vandaag voor het eerst in de clubhistorie landskampioen geworden. Een goed gevulde sporthal De Sprong zag RBVM in een enorm spannend beslissingsduel winnen van Devedo uit Ermelo. Beide clubs waren aan elkaar gewaagd en na een 28-32 achterstand bij rust kwam de ploeg van spelercoach Mark Alders in het derde kwart voor het eerst op voorsprong. Maar het bleef tot de laatste seconde ongekend spannend. In de slotminuut gaat tegenstander Devedo bij een 54-53 voorsprong voor RBVM op de basket af. Het lijkt er niet te missen kans, maar de bal raakt het bord. En dan ontsnapt RBVM aan de achterstand. En sterker nog, dan is de landstitel met nog maar enkele seconden te gaan ineens binnen handbereik. Want hier deelt uiteindelijk Edwin Schalks in de tegenstoot de genadeklap uit. En dat betekent dat RBVM met 58-53 wint en kampioen is van Nederland. Een uitgelezen lentedag vandaag met veel zon en natuurlijk soms veel sluierbewolking. Maar dat hinderde meestal weinig en de temperatuur kwam bij windkracht 3 tot 4 uit. Rond 21 graden aan het water in de wind en rond 23 à 24 graden aan land inwaarts. En morgen komt er nog wat bij. Vanavond en vannacht is er nog steeds alleen wat sluierbewolking. En heel langzaam gaat de temperatuur omlaag naar minimaal van 13 tot 15 graden. Er blijft wat wind over, zo windkracht 2 tot 3 uit het oosten. Morgen beginnen we met windkracht 3 tot 4 uit het oosten. Later draait de wind naar zuidoost tot zuid. Het is eerst zonnig. In de loop van de middag komt er meer bewolking. En morgenavond is er van het zuiden uit kans op een enkele bui. Ondertussen komt de maximumtemperatuur uit op 23 tot 26 graden. Maandag is er meer kans op enkele buien, vooral in de nacht en ochtend, met kans op onweer. En dinsdag krijgen we waarschijnlijk met een regenzone en veel bewolking te maken. En daarna zal er soms ook wel een enkele bui vallen. Middagtemperatuur rond de midden van de week, circa 18 graden. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.